Oeh, dit is echt heel mooi. Ik had echt niet verwacht dat Action koekjes zo lekker zijn. Kost 82 cent. 1. Hallo, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Action Shoplog met mij, Marloes. Ik ben blij dat je kijkt en blij dat ik deze laatste shoplog van het jaar 2019 mag doen met de allerleukste kerstspulletjes voor je kersttafel. Ik heb hier een bon van 50 euro en ik ben heel erg benieuwd wat voor last minute kerstaankopen ik hiermee kan doen. Oeh, ik ben al aan het recorden. Sorry jongens. Wat erg. Ik moet jullie toegeven dat ik eigenlijk al een tijdje op zoek ben naar deze supermooie borden. Ze hebben een heel mooi gouden randje en ze zijn er in het donker en in het licht. Dus wat voor stijl jouw kersttafel ook is, er is altijd een bord wat daarbij past. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze al thuis heb, dus die neem ik nu niet mee. Maar ik vind ze wel heel erg leuk, dus ik wil ze je wel even tippen. Ik vind ze fantastisch, want ze zijn ook in andere kleuren, maar ze kunnen in de vaatwasser. Als je ze tenminste wel afdroogt na afloop. Ze zijn €2,56 voor een setje van 6. Nou, ik sta inmiddels met de zweetsnor weer buiten, maar ik ben wel echt heel erg blij, want ik kan hem niet eens in beeld tillen. Deze tas zit bomvol met kerstspulletjes voor mijn kersttafel. Ik ben helemaal extreem gelukkig. Dus ik ben binnen mijn budget gebleven en ik heb heel veel leuke dingetjes om jullie te laten zien. Waar zal ik eens beginnen? Er is zoveel dat ik... we beginnen met de basics. Bedenk hier een tafelkleed en dan begin ik met deze fantastische aankoop. Het zijn placemats. Ze zijn geweven. Een beetje, ik weet niet hoe ik dit moet noemen. Gewoon leuk. Met glitterdraad erdoor. Je hebt ze in het goud en in het zilver. Ik ben vandaag team zilver, maar eigenlijk ook heel vaak goud. En het is leuk om een thema te kiezen om je kersttafel mee aan te kleden. En dan voor alles goud en voor alles zilver te gaan. Maar misschien is het nog wel leuker, tenminste dat vind ik, om voor lekker hysterisch goud en zilver te mixen. We hebben een placemat. We zijn al ergens. Nou, je ziet alweer dat de tafeldekken ook niet echt mijn talent is. Ik ben dol op dinertjes met vrienden, maar koken kan ik dus niet. Dus ik probeer altijd gewoon overal uitgenodigd te worden. Tip aan jou. Nou, leuke placements hebben we. Deze luxe servetten die kon ik niet laten liggen, want ze hebben glitterdraad erin ook. Deze zijn met Lurex. Het zijn 4 stuks, 40 bij 40 centimeter. En deze kunnen dus in de wasmachine. Dus die zijn nog duurzaam ook. Ze kosten voor 4... begint het bonnetjesfeest weer. Servetten. Kerstsparkle. €2,49 voor 4 stuks. En je kunt ze dus eindeloos gebruiken, want je wast ze gewoon. Dan komt mijn lievelings. Action heeft momenteel een servies. Dat heet Golden Line, als ik het goed zeg. En die hebben allemaal een gouden randje. Spreekt voor zich. Het is geribbeld. Wat zit ik nu te vertellen zonder het je te laten zien? Ik pak ze erbij. Oké. Tadaa! Kijk, dit is het fantastische servies waar ik het over had. Met een reliëfje en dan met een gouden randje. Ziet er echt mega luxe uit. Je hebt ze in het wit en in het zwart. Deze vind ik nog wel chiquer eigenlijk. Super mooi voor kerst, maar deze kan je misschien vaker gebruiken ook voor het hele jaar door. Deze lijn bestaat uit meerdere onderdelen. Onderdelen? Wat is dat voor raars? Dat deed ik niet, onderdelen. Ik ben echt een servieskenner. Deze lijn heeft borden en mokken en schaaltjes. En die ga ik er nu bij pakken. Mega leuk voor je bijgerechten of voor een soepje. €1,99. Golden Line bord van porselein. €2,49. En deze leukert. Kijk, dit is een glas. Zo'n chic glas waar je vroeger... misschien whisky uitdronk. Misschien doen mensen dan nog steeds. Wat een onzinverhalen heb ik vandaag. Dit is echt een supermooi glas met relief. Het is heel zwaar. Dus het oogt heel erg luxe. Hij kost heel weinig. Surprise, surprise. Dit is heel geinig. Want ik zei net tegen je dat hij dus heel zwaar aanvoelt. Hoe heet dit op het bonnetje? Bormioli drinkglas zwaar. Proost. €1,33. Ben je er eentje net zoals ik die eigenlijk het liefst gewoon helemaal niet afwast? Dan serveer je je hapjes in deze leuke papieren vormpjes. Hier kun je snacks in serveren. Misschien voor de kindertafel ook heel leuk. Of cakejes in maken, want officieel zijn het volgens mij cakevormpjes. Ja, cakevormpjes in verschillende soorten. Leuk voor het toetje. Ze kosten €0,99. Een tafel is niet compleet zonder centerpiece. En ik vind deze mooie sterren daar heel erg leuk voor. Je kan er allerlei kanten mee op. Ze zijn trouwens... van hout, €1,95. Zet bijvoorbeeld hier een kaars. Doe er van die kleine kerstballetjes. Of engelenhaar. Heb ik trouwens ook. Ben hier van alles voorzien. Kijk, engelenhaar. Nu waan ik me gewoon even een Elise. Die helemaal fantastische dingen in elkaar knutselt. Ah jongens, zie je, dat is echt niet aan mij besteed. Maar
Je snapt het idee. Ik denk niet dat je dan aan kan steken, want dan gaat de hele boel in de hens. Mijn oma heeft een keertje bij ons met kerst haar jas in de fik gezet. Ik kan je vertellen, dat is geen aanrader. Kan jij nou wel een fantastisch centerpiece maken? Tag me alsjeblieft op Instagram. Mijn Instagramnaam is Marloes Budgetproof. En ik zie heel graag wat jouw budget centerpiece geworden is. En geef me tips. Dat is wel echt een heel triest hoopje. Oh, heel zielig. Ik voel ook dat er een zweetsnoor in wording is, dus ik doe het even uit. Kijk, wat je natuurlijk ook kan doen als je niet zo'n knutselaar bent zoals ik, dan koop je gewoon je centerpiece. Hij was maar 3 euro uit mijn hoofd. Wat kostte die? 3,68 euro kost deze unit. Kijk, hier hoeft er helemaal niet voor geknutseld te worden. Hoe leuk is deze? Je kan hem helemaal naar je eigen vorm kneden. Ik vind het heel leuk. Ik speelde vroeger keyboard in een band waar mensen accordeon speelden. Het was hilarisch. Maar dat terzijde. Het enige wat je nodig hebt zijn 2, 4, 6, 8, 10 kaarsjes. Tadaa! Het is misschien de minst sexy aankoop van deze hele shoplog. Maar wel de handigste. En let op altijd, als je kaarsjes koopt, hoeveel uur ze branden. Want het kan wel heel goedkoop zijn. Maar als ze dan binnen 4 uur zijn uitgebrand en deze binnen 8 uur, dan kan je beter voor deze kiezen. Dus ik heb deze genomen. Ook een leuk ding. Deze. Ja, wat kan ik erover zeggen? Een ster, dus altijd goed voor de feestdagen. Hij staat op een houten blokje. En hij is van metaal. En deze kostte maar... Oh, deco kerstfiguur. Deze is maar 1 euro. Dus je kan ook verschillende van deze, ze hadden ze ook in andere vormpjes, op de tafel zetten ter decoratie. En dit zijn vaccinelichtjes op batterijen. Dus dan kan je echt onbezorgd in de keuken lekker staan kokkerellen terwijl de kids rondrennen. En dan hoef je je geen zorgen te maken dat de gordijnen in de fik staan als je straks terugkomt. Dit zijn de 4. Die werken op een batterijtje. En het batterijtje is inbegrepen. Kosten met z'n 4... Hè? LED-theelichtjes. Kost 82 cent. Nou, Wat handig. Nu we toch into de kaarsen zijn, heb ik nog een andere favoriet. Deze heb je in het groot en die heb je waarschijnlijk wel op Instagram voorbij zien komen. Want echt iedereen, de oma en de kat van je buren, heeft deze kaarsenhouder. Het is een spiegel... kaarsenhouder. Je hebt dus maar 1 kaarsje nodig. Tada, hier, de ruimte voor een kaarsje. En dan lijkt het alsof er heel veel kaarsjes aanstaan. Ik zie mezelf weer, ik schrik me wild. Ja, wat moet ik er eigenlijk over zeggen? Ik vind hem mooi. En ik denk dat hij ook heel mooi is voor jouw kerststapel. Dus shop dit. 2,49 euro. Oh ja, nou, we zitten toch... Ik ga weer echt heel lekker. Ik vind het heel erg leuk altijd als er van die fairy lights, van die hele kleine lichtjes over tafel verspreid zijn. Tadaa! Gaan batterijtjes in. 2 stuks, die zitten er niet bij. Dus zorg dat je batterijen in huis hebt. Tadaa! Geloof mij, dit is gewoon echt leuk. 72 cent. En als alles dan fout gaat met de decoratie, zoals de voorspelling is wat bij mij gaat gebeuren, dan is er altijd nog nep sneeuw en dan kun je de tafel helemaal gezellig in poedersneeuw hullen. Het wordt dan wel een stofzuigfestijn. Kunstpoedersneeuw, 1,5 liter voor 99 cent. Deze leuke kerstservetten kwamen ook even boven in de gigantische stapel. Een roze variant met allemaal leuke sneeuwvlokken in verschillende soorten. En dan deze, Merry Christmas en een Happy New Year. Met gezellige kerstdiertjes en de kerstman. Luxe servetten kerst. 2 laags, 74 cent. Dan, 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 dan. We komen bij het knutselgedeelte aan. Je hebt net al gezien hoe goed ik daar was. Kerstconfetti's. Ik gebruik het zelf om over de tafel zo te verspreiden. Dit zijn leuke rendiertjes in een kerstrode kleur. En hier heb ik ook nog sterretjes verzameld. Maar je kan ze ook gebruiken voor bijvoorbeeld je kerstmenu. En daar heb ik ook hele leuke andere dingetjes voor geshopt. Kerstconfetti. Deze kostte 85 cent voor een buisje met leuke figuurtjes. En dan heb ik ook nog iets waar je dan je kerstmenu mee kan maken. Daar komt het. Een gigantisch blok met mooi papier. Dit is een speciale kersteditie. Oeh, dit is echt heel mooi. Er zitten allerlei verschillende patroontjes met metallic en met glitters. Mooi met sterren. Maar je hebt ook deze met glitters. En hier kan je dus zelf kerstminuutjes van maken. Zo'n blok kost 1,99 euro. En er zitten 24 vellen in. Dit zijn 3 gelpennen. 2 keer goud, 1 keer zilver. En daarmee schrijf je natuurlijk je fantastische gerechten. Fantastisch is wel echt mijn lievelingswoord van vandaag. Daar schrijf je je lekkere kerstgerechten op. Gelpen. 3 stuks. Goud en zilver.
45 cent. Mijn lieveling. Dit is ook wel een showstopper, denk ik, van deze shoplog. Althans, in mijn ogen. Dit is een étagère. Dus kun je gebruiken om hapjes op te presenteren. Of bonbons tijdens de kerstkoffie. Oh, dit moet ik helemaal in elkaar gaan zetten. Jongens. Het is een lijnstenen exemplaar. Dus mega chic. Wat je eigenlijk in restaurants heel vaak krijgt. Waar je van die mooie gerechtjes op krijgt. Yes. Nou jongens, ik heb maar één onderdeel over en ik vind dat echt een supergoeie score. Deze tweelaags étagère van Lijnsteen kost €3,49. Dit zijn kleine gingerman poppetjes met spikkels en chocola. En ik denk dat die heel erg leuk zijn om op deze étagère te leggen. Hoe lief! Hier word je toch blij van? Ik ga even een hapje nemen, want ik kan dit niet weerstaan. Ik had echt niet verwacht dat action koekjes zo lekker zijn. Heel knapperig. Zo'n zandkoekje idee. En dan met chocola. 99 cent. Nou, voordat de feestdagen voorbij zijn, dan ga ik nog even een paar keer naar Action om nog zo'n pakje in te slaan hoor. Nou, en voor de onderste verdieping heb ik deze goudkleurige bonbons geshopt. Ze hebben hazelnoot, karamel en kokosvulling. Dit lijkt me ook echt hemels. En ze zien er heel erg feestelijk uit en daarom heb ik ze eigenlijk uitgekozen. Heel lekker. Echt zo'n gooey karamelvulling zit erin. Ja. Ik geef deze wel een 8. €1,19. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als het zoet is, dan ben ik al heel vaak gewoon happy. Als klapper op de vuurpijl heb ik ook nog gezorgd dat de afwas na het kerstdiner een feestje wordt. Hoe dan, hoor ik je denken, want dat is echt no way een feestje. Maar zeg eerlijk, als je je afwas kan afdrogen met deze superleuke theedoeken, met glitters, en met geometrisch design en met sneeuwvlokken, dan is je kerst toch helemaal compleet. 100% katoen en ze voelen heel stevig. Dus dat is alvast een dikke plus. €2,19. Dit was mijn laatste video in 2019. Maar volgend jaar ben ik gewoon weer terug. Ik zou het echt mega leuk vinden als je me tagt op Instagram in jouw centerpiece. Of hoe jouw kersttafel eruit ziet. Of laat me hieronder weten in de comments hoe jij je kersttafel versiert. Ik wil je heel erg bedanken voor alle lieve comments en berichtjes die ik afgelopen shoplogs heb gehad. En ik hoop jullie in 2020 weer te zien. Hele fijne feestdagen. En alvast een gelukkig 2020. En ik zie je dan. Doei doei!